Goedemorgen. Leuk dat je weer kijkt. Ik heb gisteren mijn haar in een staart in een knotje gedaan toen ik ging slapen. Dus nu heb ik wat kroes. Maar vandaag een thuisdag, dus lekker gewoon rustig aan. Een staart in, een makkelijk t-shirt. Ik heb een haar op mijn wang. En ze slaapt nog. Dus ik praat een beetje zachtjes. Nou, hij ligt gewoon in bed, maar... ja, heel lief om het gezicht op frissen. Ik heb een beetje een rood hoofd. Ik heb net wat lopen huishouden doen en zo. Shop My Stash. Ik heb al wat nieuwe dingen uitgezocht. Oké, voor de zekerheid. Ik heb natuurlijk al mijn gezicht goed gewassen en zo. Dit is echt alleen even om het op te frissen. Ik dacht dat ik een... Hier staat de spiegel trouwens. Dus die dat je denkt. Hier. Ik denk dat het een meter is of een puistje. Ik dacht dat ik hier op mijn lip een koortslip kreeg. Dat schijnt het niet te zijn. Nou. Ja, wat ging ik eigenlijk zeggen? Ik weet het even niet. Shop My Stash. Ik heb de Hello Good Stuff Moisturizer. Twee pompjes. Ik kan het er alvast even intrekken. Ik heb het zo gedacht. Ik haalde uit wat voor de vorige maand was. En dan doe ik erin wat ik uit heb gezocht. Plus dat ik me daarmee opmaak. Maar dan wordt het misschien wel een lange video. Als primer had ik de Sun. Ik heb mijn bril trouwens ook hier bij de hand vandaag. Jamie. De Sun Gasm. Ik laat hem in de spiegel zien. Daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Prima. Heel fijn. Niks op aan te merken. Ik zou ik zo nog een keer halen. Qua concealers had ik er drie van Catrice. Waarvan ik de donkerste kleur het fijnste vond. Die andere misschien net even te licht. En ik had de Conceal en Hydrate. Heel fijn voor de rode vlekken. Goede coverage. Ik had qua poeders. De My Skin Perfect. Doe ik het weer in de spiegel. Idioot. De My Skin Perfector. En de Milani Prep Set & Glow. Ik vind dit niet zo fijn. Ik weet niet waarom. Ik vind het niet zo fijn. Qua bronzer had ik de... Echt... Hoe dom. Physician Formula Auto Bronzer. En. Oh. Daar had ik ook de blush van. Deze maand. Ik had de Milani Luminoso. En ik had de Milani Tea Rose. En ik had een Essence Highlighter. Niet dat ik die vaak gebruik, maar goed. Nou, oogpotloden en zo, dat is allemaal... Serieus. Oké. Ik had qua palette had ik de... Pink Edge van Maybelline. Prima, niks mis mee. Ik hoef geen hele grote... Hele heftige look of zo te hebben. Ja. Waar is nu mijn dekseltje? Ik ga het even pakken. Wacht even. Oké, het dekseltje van een van de blusjes is eraf.
Dat had ik in mijn stash afgelopen keer zitten. Ik ruim dat zo meteen op. Het is hier nu één grote takkenzooi, maar dat geeft niet. Zo. Deze keer heb ik voor primer uitgekozen de Essence Poreless Skin Blurring Putty Primer. Even kijken. Silicone Free plus Smoothing Squalane. Dit is een putty primer. Een blur primer. Gebruik afzonderlijk of onder foundation. Nou, meer zegt het niet. Oké. Gaan we doen. Het is echt zo'n, echt een putty primer. Beetje roze. Beetje mijn vingers. Ik doe altijd. Ik ben natuurlijk ouder, dus ik heb ook veel textuur. En ik heb altijd het idee dat dat een beetje. Ik heb graag het idee dat het een beetje geblurd wordt. Kijk nou. Grappig. Oké. Die doe ik even weg. Ik heb een heel irritant proefje hierin. Oké. Ik heb voor de lippen ook die blur en die doet niks. Dat blurt helemaal niet, maar het is wel fijn op je lippen. Zo. Nou, nu heb ik natuurlijk verder niks op mijn voorhoofd en zo. Dus ik gebruik altijd de Prime and Fine Multi-Talent Fixing Spray. Maar die kun je dus ook als primer spray gebruiken. Een beetje. Een beetje. Even blow. Mijn haar zit heel raar hier. Dat is ook een spiegel. Ik zit aan mijn kaptafel in mijn slaapkamer. Dat kun je zien. En boven de kaptafel zit een spiegel. Die is net zo groot als de kaptafel. En dan heb ik hier natuurlijk nog mijn kleine spiegeltje. Dus als je me af en toe ergens anders heen zit kijken, dan is het daarheen. Foundation. Nog steeds. Het blijft gewoon echt te woepie. Even één pompje op mijn schoteltje. En dan doe ik een heel klein beetje van die Fit Me met een poreless erbij. Want ik vind dat die. Het komt de kleur ten goede. Het maakt het iets matter. En. Ja, dat is dus voornamelijk. Het maakt het iets matter. Nou, heb ik hier best veel. Dit is nog oud hoor. Dit. Dus dat ga ik niet allemaal gebruiken. Hè? Nou, toch wel redelijk wat. Alsnog. Dit is de Unreal Technique Sponge, die ik eigenlijk altijd gebruik. Vergeet ik weer die rode vlekken. Godverdorie. Nou. Ik heb dus een groene concealer en een oranje concealer voor de rode vlekken. En voor onder je ogen. Maar dat vergeet ik dus steeds. Hoe dom ben je? Oké, dit buff ik er gewoon lekker zo heel wild in hoor. Dus ik ga hier niet. Kijk, het maakt het net matter.
één zo'n drupje. Want ik vind altijd wel dat het heel erg cicatrice. En ik weet dat anderen dat niet vinden. Maar goed, oké. Okay. Je ziet wel de rood hier nog. Op zich vind ik dat niet zo erg. Meestal haal ik het weg. Wat ik tegenwoordig wel doe, is met een vochtige beauty blender eroverheen. Om de finish mooi te krijgen. Maar ik breng het liever aan met een kwast. Maar dit vind ik wel lekker, ook voor de huid. Om het er lekker in te drukken. En om het een mooie naturelle uitstraling te geven. Het lijkt dan weer een beetje op huid. Zo. Het hoeft helemaal niet erg lang te duren natuurlijk. Sommige dingen wel hoor. Sommige dingen duren echt wel een tijdje. Er zit hier een haar in mijn oog. Zo, die nu hè. Ja. Voor concealer heb ik deze week de True Skin. In de kleur 001 Neutral Swan. En de all-time favorite van Maybelline. Het lijkt wel of die een beetje is opgedroogd. Ik heb hem natuurlijk ook al een tijdje niet gebruikt. Kwastje, iemand. Hallo. Hallo. Hallo allemaal. Wat fijn dat je er bent. Het is een beetje veel, heb ik het idee. Dan moet ik even goed blenden. Maar dit is wel een hele mooie concealer van Maybelline. Oké, dus dat zijn de concealers. En dan heb ik de groene van L'Oréal. En ik heb, ja die kennen jullie wel, de oranje of de peach van Make Up Revolution. Dus dat is het conceal gedeelte. Dan heb ik voor onder de ogen de Brighten Up Banana Powder. Ik heb een nieuwe spons. Dit is ook van Real Techniques. Maar deze is een beetje velvet. Deze is voor poeder. Dus. Heel klein beetje zetten. En dan heb ik voor verder de True Skin. En de poreless. Nou, de poreless heb ik nu niet echt nodig. Dus dan gaan we voor de True Skin. Gewoon nog nooit gebruikt heb. Dat kan toch bijna niet. Het is echt zo. Er kwam nog een stickertje van en zo. Oké.
Zal ik het met mijn spons doen? Ja. Nee. Dit vind ik toch fijner om met de grote kwast te doen. Ik tap het gewoon een beetje erin. Wat ik eigenlijk wil, ik hoef geen extra dekking te hebben, is dat dat plakkerig gevoel eraf gaat. Ja. Dat is er nu af. En alles zit nu onder de poeder. Nou, echt. Hallo? Toch wel. Okay. Even iets schoonmaken. Want... Oké, dit is prima. Sorry, jullie waren even weg. Hoe ziet het eruit? Ik ben momenteel even een geest, maar even draaien. Niet heel poederig, moet ik zeggen. Niet heel poederig. Dan doe ik na de poeder altijd de Max & More. Lekker riant. Achter mij is trouwens inmiddels de vloer helemaal glattig en zo. Van alle... Er hangt een kettingje omheen. Dus af en toe zit mijn spiegel vast. Zo, dit buff ik er ook even goed in, zo. Tempel is het eigenlijk, hè? Dat het poedereffect een beetje weg is. En dat het er een beetje uitziet als mijn eigen huid. Het is nu natuurlijk nog niet al die haren droog. Dus ik ga nog heel even waaien. Ik heb afgelopen maand wel wat nieuwe dingen natuurlijk bijgekocht. Veel uit de aanbieding, in de sale zeg maar, van Zalando. Niemand wist dat ik bij Zalando ook mee. Ja, zo is het goed. Zo. Dan heb ik een bronzer uitgezocht. De Bronze Away van Catrice. Een enorme bronzer, moet je mijn hand zien. En nee, ik heb niet van die grote handen hoor. Het is heel natuurlijk, heel lichtjes. Nou hou ik sowieso niet van heel overdreven gebronst. Ik ben ook niet van het zelfbruinen en ik heb de meest witte benen ooit. En ik word ook over het algemeen niet bruin. Maar dit een beetje kleur brengen in je gezicht. Zo. Eigenlijk doe ik dan nu altijd de lippen eerst. Met een van mijn Maybelline lip. Potloden. Hele mooie kleur. Heel naturel. Kleur ik het gewoon heel snel in. En dan heb ik een Kiko Gloss. Dit is de nummer 19.
ik ga toch op zich nergens heen vandaag. Zo. Beetje, zie je dat? Maar ik heb er niet zoveel problemen mee. Die past niet in het bakje, denk ik. Ja, hij past er wel in. Maar dan past die andere niet meer. Even een oplossing voor vinden. Zo. Dan heb ik qua blush eigenlijk allerlei Essence blushes gepakt. Dit is zo dan. Dit is 10 Befitting. Oh, hier is het dekseltje van die andere. Dit is 70 Believing. Dit is 20 Bespoke. En dit is 30 Breathtaking. En dit is 50 Blooming. Dit is mijn absoluut favoriet, de Blooming. Klunzen jongens, tot en met. Oké, ik had bronzer en poeder, maar die heb ik in het verkeerde bakje opgeruimd. Handig van mij. Een verkeerde laadje. Zo, dit is blush en highlighter laadje. Zo, we gaan voor de 50 Blooming. Dit is een hele naturele, gewoon, zie je dat? Heel, je denkt in eerste instantie, het doet niks, maar het is er echt wel hoor. En dan heb ik als highlighter, heb ik de Catrice Limited Edition Glow in Bloom Highlighter. Ik ben niet heel erg van de highlighter, maar die van de Essence zijn mat. Dus dan... doe ik er wel een beetje omheen. Ik doe altijd wel een beetje op mijn neus. Hier en hier. Zo. Dit is it. Niks meer aan doen. Ik gebruik nog steeds de Clean ID. Kijk wat een klein potloodje dat is geworden. Ik moet hem wel veel slijpen. Dat je moet echt wel. Daarom gaat hij ook zo snel op natuurlijk. Maar ik vind een heel fijn potlood. Goede kleur. Maar je moet hem wel veel slijpen. Oké, dit is gewoon mijn everyday. Dit is niet voor uitgaan, uit eten, theater, wat we er wat al. Dit is wat ik altijd doe. Behalve ja. Eigenlijk maak ik me, als we op zondag thuis zijn, dan wil ik nog wel eens denken. Het is goed zo. Maar over het algemeen maak ik me iedere dag wel op. Ik heb best genoeg wenkbrauwhaar. Ik moet het alleen altijd even bijkleuren. Bijvullen, zeg maar. En een staartje maak ik altijd wat puntiger. Dat vind ik wel mooi zo. Deze is altijd een beetje dwars, deze wenkbrauw. Ik weet niet waarom de rechterkant altijd beter lukt dan de linkerkant.
Ik doe er ook nooit een super lang over. Weet je, ik heb het model erin. Ik heb het gevuld. Klaar. Ik doe er niet altijd een gel in. Ik zal het nu wel even doen voor de zekerheid. Maar dat doe ik niet altijd, zeker niet als je een potlood hebt gebruikt. Deze is van de L'Oréal, bijna op. En dan aan de volgende. Voor oogschaduw heb ik de losse oogschaduw, een losse. Dit is 14 Flirting en een van Catrice, dat kan ik niet lezen. En ik heb twee paletjes van Mua gepakt. Ja, ik ben gewoon niet zo van de oogmake-up, maar ik kan jullie wel laten zien wat ik elke dag doe natuurlijk. Ik neem de hele lichte van Catrice, dan stempel ik daar een beetje in en dan gaat het over heel mijn ooglid. Dit duurt echt nog geen minuut hoor. Zo. En met een hele makkelijke dag laat ik dit zo. Dan is het mooi opgelicht, klaar. Niets meer aan doen. Nou, dan neem ik deze beetje zandbruine kleur. De middelste, ik weet niet hoe die heet. Oh. Er staan wel nummertjes achterop, maar dat kan ik even niet zien. En dan ga ik mee boven mijn crease. Heel liefjes. Heel klein beetje definitie aan het oog. En ik heb natuurlijk heel erg overhangende oogleden. Dus vandaar dat het boven de crease gaat. That's it. Meer heb ik gewoon geen zin in. Ik doe wel eens wat uitgebreider. Maar dit is voor mij gewoon genoeg. Dan heb ik een zwart oogpotloodje. Deze is van Essence. Dit is de Long Lasting. Even tijdlijnen. Dat vind ik altijd zelf ook heel eng. Ook om te doen vind ik dat echt. Eng. Maar ja, het geeft wel een mooi effect. En ik heb er een van Max Factor, een huidkleurige, voor in het waterlijntje hier. En that's it. Ja, mascara nog, maar dat doe ik altijd na de setting spray. Ik gebruik altijd de setting spray, omdat je daarmee een beetje, ik ben nog een beetje verkouden. Terugbrengt. Glans in je gezicht. En nog steeds de Clean ID. Ik maak altijd even de Curly Heat. Of Heat. Warm. Curly. Dat heet ik helemaal geen Curly. Dat heet natuurlijk gewoon een wimperkrul dan. Ja. Maar ik noem het Curly. Echt.
Zo. Ik heb ook echt in die mini kutemmertjes. Dus je moet ook niet verwachten dat je een enorme look hiermee krijgt. Hoor. Het is een lange video geworden, jongens. En jullie weten dat ik slecht ben met editen. En dat het dan... Je krijgt bij mij alles real-time te zien. Nou. Ik heb geen zin in nog een laagje, want ik ga toch nergens heen. Ik ga onkruid spuiten en zo. Dus, dit is hem. Dit is een everyday look voor mij. Dit is het verzorgen van mezelf, zodat ik niet uitzak op de bank en zo. Leuk dat je gekeken hebt. Ik hoop dat het op deze manier ook leuk is om de nieuwe producten te zien. Misschien doe ik het iedere maand wel. Zo van, ik maak me op met de nieuwe producten voor die maand. Van vorige maand kan ik zeggen dat vooral de Sungasm echt een favorietje was. En wat ik heel veel gebruikte vorige maand, is een Naked Two paletje. Het mini paletje. Die had ik nieuw. Ik vind het heel fijn. Maar goed, ik ga afsluiten. Ik ga koffie drinken naar beneden. Wissel vervelen. Mijn huishoudelijke taakjes doen. Voor zover me dat lukt. Bedenken wat we gaan eten. En dan zie ik jullie volgende week weer bij de Jumbo Hall. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe. Dat vind ik zo raar om te zeggen. Maar goed, dat is... Ja, like en subscribe. Ring de bel. Ik weet niet, daar kan je duizend dingen van maken. Maar goed, het is goed zo. Doei.